De regering heeft gisteren uitvoerig gesproken met verschillende vakbonden over de financiële situatie van het land en de verdere nuancering van de veelbesproken belastingverhoging. Met de vakbonden Ravaxuur, C47 VAL en de Surinaamse Politiebond, BVL ALS, VALS en de Douanebond heeft de regering afgesproken dat alle nodige maatregelen in overleg met hen genomen zullen worden. De regering heeft aangegeven dat naast de belastingmaatregelen ook gekeken wordt naar de verhoging van efficiëntie van de dienstonderdelen en de parastatalen. Het afbouwen van subsidies op water- en elektratarieven kan gecompenseerd worden met het verhogen van de efficiëntie en het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven. Het is belangrijk dat de maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen. De vakbonden hebben de regering ook vruchtbare inzichten verstrekt omtrent mogelijke budgettaire maatregelen en zijn bereid te helpen de Surinaamse economie weer gezond te maken. De regering en de vakbonden hebben afgesproken om op korte termijn in meer detail te overleggen over de korte termijn maatregelen die in de urgentiefase noodzakelijk zijn.